Ik kan nog herinneren, dat het is jammer dat het verdwenen is met het huisslachten. Ik weet nog dat in Hummelo had iedereen had een varken, op zijn minst. En nou, dat werd dan geslacht, alle tantes kwamen, dat was echt feest hoor. En dan de dominee, of al dan gelang een pastoor, die kreeg het muisje dan. Dat werd meteen gebraden. En die kreeg ook nog een tas met en een balkenbrei maken en heufkaas en de worsten in de wimmen en de hammen. En dat, wat is het muisje? Het muisje is een spier aan de binnenkant van de ruggengraat. En dat is zo mals, dat is een rudimentaire spier. Dat kun je met de kont kouwen. Dat hoef je niet eens te snijden, zo mals is dat. En dat werd altijd meteen gebraden, dat was traditie. En meestal was dat voor de dominee of de pastoor. Hoe belangrijk is dat zo'n traditie die uitgestorven is? Ja, het mag niet meer. Huisslachten, mag niet meer. Ja, dat is hartstikke jammer. Want dat was mooi. En dan het feest. Ja, ik weet nog wel dat de gebroeders, ik zal hem maar geen namen noemen, maar dat waren de huisslachters. En die kwamen dan, nou, dat zegt dat ze per dag zo'n stuk of vier varkens deden. En die kwamen op een bromfiets met die leren jasje aan en die gordel met al die messen. En dan deden ze, nou, eerst schoten ze het varken dan. En dan kwam een borreltje en dan werd het haar eraf geschrapt enzovoort. En dan werd hij op de leer gehesen en dan was nog een borreltje. Maar dat was per varken toch zeker wel vier borrels. Maar als ze dan drie varkens gehad hadden, ik kan me nog herinneren dat ze van een weg kwamen en dan liep de zandweg liep naar beneden, mulle zandweg, dat ze met de brommer dat ze aan de grond sodemieterden. En kennelijk een beetje last van de borrels die ze al gehad hadden. Maar dat heb ik dus zelf nog meegemaakt.